Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Ambtadvocaten Winschoten, Bosma Wonen en Bosma Bedden Winschoten, Boutique Optiek met Stijl, Autohuis Winschoten, Blauwe Stad Oldambt, Venema Finsterwolde Voordeeljeans.nl en Buurtvisio, weer en meer bewegen. Ja, we staan voor de aftrap van de run hier in Winschoten. Op voor de 46e keer in de geschiedenis van het Oldambt dat dit spektakel mag plaatsvinden. Straks de aftrap hier op het Marktplein met de Lutje Run en daarna de Fun Run. We gaan kijken, we gaan het spektakel meemaken. En morgen natuurlijk de 100 kilometer. Wie houdt het vol? Ja, dat zijn echt de diehards. En de 10x10. En nog veel meer spektakel. Winschoten staat op zijn kop. 2, 1 en start! Ja, zo sportief als ik zelf ben, ik heb mijn hardloopschoenen wel zo'n beetje aan, maar... Als ik naar die jongen kijk die nu net wegloopt, die ik wil interviewen, ja, dan kan je er geen vragen stellen programma. Natuurlijk. Maar eens even kijken of iemand anders hier aan de kant staat. Eens even zien. Mevrouw, doet u ook mee met een Lutje Run? Nee hoor, nee, absoluut niet. U hebt uw hardloopschoenen niet aan zien? Nee hoor, nee. Kent u iemand die meedoet? Ik heb een kleinzoon. Ja, wie dan? Jesse Leeuwerik. En waar is Jesse? Jesse staat bij de start, als het goed is. Heb je ook getraind? Ja. Hoe vaak? 10 keer. Serieus? En ook hier rond het Marktplein of ergens anders? Ergens anders. Waar dan? Bij mijn thuis. 3, 2, 1. Ja, daar gaan ze. 4, 5 jaar. Ja, we hebben nog meer kandidaten natuurlijk. Er doen heel veel kinderen mee. Ik heb iets gehoord van 110 of zo. Dus dat is best wel een hele klas vol. Maar deze dame die heeft al ervaring, hè? Dat zei je. Ja. Vertel eens even. Ik heb al meegedaan met een oefenrun en daar was ik eerste mee geworden met 400 meter. 400 meter? En hoe snel heb je die 400 meter gelopen dan? Weet je dat nog? Heel snel. Ja, heel snel? Ja. Snel als de wind? Nee. Oh, dat niet? Ja. Zo snel als een zuchtje wind? Nee, dan wel iets sneller. Oh, dan wel iets sneller. Heel goed. En hoe snel ga je vanavond de Lutje Run lopen dan? Heb je al enig idee? Eerst ga ik heel langzaam en dan als ik... Ja, als ik ga finishen, dan ga ik heel snel. Ja, dit moet wel heel erg spannend zijn natuurlijk. De jonge lui die nu voor de finish staan, die zou mogen starten. We gaan eens even vragen hoe de spanning leeft hier. Hey, jij staat helemaal vooraan in de finish. Wat eng, hè, of niet? Ja. Je bent spannend? Ja. Dan moet je zorgen dat je niet gaat vallen, hè, straks. Nee. Ga je dat goed doen? Ja. Okay, succes. Is het met jou? Goed. Ja. Weet je zin in? Ja. Hey, doe je best, hè? Ja. Lekker heen leun. Ja, lekker hangen mee. Daar word je niet moe van, hè? Nee hoor. Ik ken het van lauwe zo. Hoe is het om hier te staan om die kleintjes te kijken? Lekker, heel mooi. Ja? Om die kleine beestjes te zien. Ja, prachtig. Ik zie de glimlach ook om uw gezicht, maar dat doet het, hè, die kleintjes. Jazeker. Dat is hartstikke mooi. Ja, die energie die jongeren niet uitstralen. Ja. En u leunt lekker met uw partner mee? Wij leunen samen hier en we kijken naar de kleinkinderen. Ja. Leuk accent trouwens, waar kom je vandaan? Van origine, uit Brabant. Hoe is het om in Groningen te zijn, zo helemaal in het hoge noorden? Heel goed. Ben je op vakantie hier? Nee, we wonen hier al bijna 40 jaar. Loop je ook mee of heb je nog nooit gelopen? Ik loop morgen mee. Ga je serieus? Ja, zeker. Dat is interessant. Dan hebben wij al een beetje zo van voorproefjes. Zo premier, hoe heet je dat wel weer? Premier, ja.
Maar vertel, welke want er zijn zoveel, 10 keer 10, 100, jij gaat geen... Nee, ik loop met het team mee. Je gaat geen 100 doen, dat is... Nee, dat zit er niet in, Ik wil zeggen, daar zie je er nog goed genoeg voor uit, want ik vind... Ja, dat is geen belediging hoor, voor die al die hardlopers, maar die zien er vaak zo mager uit, vind je niet? Ja, dat is waar, ze zien wel heel maagdje uit, maar die trainen ook heel veel, hè, weet je. Schijnt ook verslavend te zijn, hè, hardlopen. Echt? Is dat verslavend? Oh, dat wist ik niet. Nee. Hey, man, als je niet meer loopt na een poosje, dan wil je weer, dan schat je lichaam, Nou, ik niet hoor. Als ik ren doe ik voor mijn plezier, maar ik word er niet verslaafd aan hoor. Graag gedaan. Bedankt. Je ziet er helemaal niet moe uit. Ben ik wel. Ja, nu hoor ik het ook. Ik zie het ook aan je. Was het moeilijk? Niet heel erg, maar wel een beetje. Wel een beetje, ja. Het was wel een uitputtingsslag, hè, als ik dat zo in je zie. Ja. En ga je volgende keer weer meedoen? Ja. Ga je dan nog meer kilometers lopen? Dat weet ik niet. Ja, en dan ga je daar ook een beetje dan in. Nee. Nou, heel veel plezier en gefeliciteerd mee. Ja. En zo gaan de jongens los. Kijk, ze worden ingedeeld. Hoe dat werkt, weet ik niet precies, maar 263, die valt mij op. Hey, Mees, hi. Hallo. Ben je getraind? Ja. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ga je voor de nummer 1? Ja, natuurlijk. Okay. Doe je best, hè? Ja, doe. Hey. Ja, de Bram heeft zich nog niet gewonnen. En Max, dat zijn er nog bij. Dan een groepje. Deze doet een sok in. En hij vliegt over de finish. Ja, met Tim. Oh, nee. 4, 3, 2, 1. En dan gaan ze.